dames en heren. Van harte welkom hier vanuit het Schapendriesplein in Kaaiendonk voor de 56e jaar van de OCS. De 55e keer dat de Kaaiendonkse optocht door de straten van Kaaiendonk gaat trekken. En we zien hem hier in beeld, onze nieuwe Janus Pataan, alias Ludwig Willard. De man die heeft al vele jaren het Oosterhoutse carnavalsoptocht mee heeft opgesierd, maar nu echt in een officiële functie als Janus Pataan. Eén van de langste bands in Oosterhout, de Simpelfoning. Altijd actief, zowel op de Kaaise Dweildag als met het Kaaikrijksfestival. Maar natuurlijk ook kunnen die altijd op de beroepen op ze doen met allerlei festiviteiten. De Simpelfoning. Hier nogmaals, de ploeg van Dieven draadje los. We zien een elf, maar we zoeken hem. De elf mensen die aan deze optocht meedoen zijn al jarenlang verzot aan de Kaaiendonkse optocht. Ieder jaar weer opnieuw met iets nieuws. Ja, ja, draai ik eens even. Ja, ja, één. Ja, ja, ja. En natuurlijk, het publiek wordt niet vergeten. Ook zij zullen van harte gevraagd worden om mee te werken aan deze optocht. En een oude vertrouwde binnen de Kaaiendonkse stoet, de Bierridders. Vanaf 1976 actief. Zie jij ook in een elf? U ziet het, de rijdende bar en de lopende glazen is een genot voor tocht. En als we het Kaaiendonkskapelletje hier weg horen gaan, dan denken we gelijk aan de muziek van vroeger. Van het oude drumband Excelsior. Je ziet het zelf. Nou, of Pippi Lang. Nou, zo landlendig is dat weet ik niet. Maar één ding weet ik zeker: ze houden van carnaval. Gisterochtend waren ze al keurig netjes in de carnavalsmis in de Sint-Janskerk. Maar ook nu zijn ze weer volop actief. En zowel bij de optocht als bij de intocht, altijd zijn ze aanwezig. Pippi Lam gaat deze optocht in met 24 leden die verkleed zijn als schildpadden. En waarop weddenschappen afgesloten kunnen worden. De boekmakers zorgen netjes dat alles uitbetaald wordt. 2 jaar geleden haalde deze club nog een eerste prijs bij de groepen. Deze jonge vereniging loopt alweer voor de 7e keer mee met de optocht. Maar voor de 3e keer onder deze naam. Zij hebben de mening, de toekomst van Kaaiendonk ligt bij de jeugd. En daar hebben ze gelijk in. Groots hartstikke voor deze dames. Zij bestaan dit jaar 11 jaar, zoals ook de Zeven Zwalkers. In deze tijd hebben ze al verschillende grote prijzen gewonnen. 2 keer eerste en 2 keer tweede.
In het verleden waren ze op de Kajendonkse stoet aanwezig als pitchpoezen, poppenkes, stewardessen, armvrouwkes en kabouters. Het maakt niet uit, ieder jaar opnieuw zijn ze weer zeer origineel en aanwezig in onze optocht. En zoals u nog steeds hoort, volop herrie in de keuken. We zijn in afwachting dan ook van Herman de Blijker, die waarschijnlijk deze herrie wel op zal kunnen gaan lossen. Goeie gasten vanuit Raamsdonk, Harmonie Sint-Bavo. Jammer genoeg opgeheven en sindsdien loopt Jan alleen in deze Kajendonkse stoet. Af en toe wil zijn maat nog wel eens een keertje meedraaien, dus zijn maat Co. Toen ik ze de afgelopen weken sprak, wist ze nog niet waarmee ze in de stoet zouden lopen, maar ook nu is het voor mij nog steeds een verrassing. We zien hier de Kaaimannen met de Hoge Pieten. Waar waren jij 9 maanden geleden? Hey, kom jij eens even hier. Sinds vorig jaar hebben zij de smaak flink te pakken gekregen en zij lopen nu voor de tweede keer mee in de stoet. Ook zij zijn maanden bezig geweest om te ontwerpen en te bouwen, maar ze zijn behoorlijk in de boot gegaan. Paul is weer terug binnen de optocht met zijn eigen creatie. Vooral in de jaren 90 waren de leutappers uit het Kluivendijkersrijk goed voor de eerste prijzen. Dit jaar komt de club met 10 mensen weer naar Kajendonk om de Smolnaren en Smolnarinnekes er eentje te laten vangen. Het motto is dan ook, vang er eentje. Dirtsjouwers uit Uilendonk. De komende groep zal zijn Hoezo. En stop. En stop. Meneer is helemaal de draad kwijt, maar die weet niet meer waar het ballen is. Hij zegt in midden. En mooi niet dus. Dat zit niet in midden. Dat zit ook niet. Waar zit hij dan? Vanaf de herfstvakantie zijn ze al aan het bouwen en de wagen is 15 meter lang en 6,5 meter hoog. Ze zijn ontstaan uit de twee clubs van Den Hout, namelijk de Leutjes en de Leuthappers uit het Krakenbeentjesoptocht van Den Hout. Hier hebben we dus Niemouwen Den Hout. En zoals je kunt horen, natuurlijk ook twitteren kan met de vogeltjesdans. Woehoe!
Ben ik goed, hè? Het is grandioos wat deze jongens gedaan hebben. En als ik Erik nou hier op die box zie zitten, dan denk ik, afgelopen vrijdagmorgen was ik er en hij was wel helemaal totaal los. Hij had er heel de nacht doorgewerkt en nu weer frank en vrolijk op die bok om alles door Oosterhout te sturen. Eén ding weet ik zeker, ze begint op de moderne tour en ze laten nu zien hoe het er iPad eruit ziet. Met een? Nee, een AI. Dus een iPad. Even kijken, iPad. Ja. Ook zij hebben een jubileum, 22 jaar bestaan zij en dat hebben ze althans vorig jaar en dat hebben ze uitbundig gevierd. De carnavalsvereniging Utiswa is eigenlijk het carnavalsvereniging die thuis hoort in het wijkhuis Slotjes. Planning in Oosterhout van hoe moeten we door Oosterhout heen komen is niet altijd even best. Dit jaar hebben ze daar een ander motto voor genomen. Ze maken er een eigen plattegrond. Het motto Oosterhout van ikke en hij. En we zien mee maten doen dit jaar op zo'n Hollands. Bloemen, molens enzovoort. Het past helemaal in ons Hollandse landschap. Met 25 mensen van zeer jonge leeftijd hebben ze aan deze wagen aan het werk geweest. Een stukje kwaliteit zoals je ziet. En voor volgend jaar hebben ze al beloofd van we zullen er nog iets groters en spectaculairs van maken. Dus benieuwd naar volgend jaar, maar ook dit jaar jongens, prachtig resultaat. Dit jaar zijn zij de winnaars van het Kaakwegfestival. Met het lied Hey Kom Op, het is kermis in de stad. De Pierenwaaiers houden ook nog steeds elk jaar vlak voor carnaval op de vrijdagavond het eigen Pierenwaaiersbal in de Bussel. Ja, ook hier gaan we even uitleggen. Er zijn 11 van de 11 boekjes. De KCV, de knuppelaars. Motto, gloed, glas bier, wijn is ook nog geen bier. Sorry, ik ga het allemaal omdraaien. Maar met zo'n 20 mannen in Tittelingen zijn ze gekomen om de Kaaiendonksende optocht weer op te vrolijken. De wagen is weer een algemeen ontwerp en deze jongelui knap altijd zoals ze dat doen. Ze kunnen pas gaan bouwen als het campingseizoen achter de rug is. Maar niettemin, ieder jaar slagen ze weer om met iets leuks hier naar Kaaiendonk te komen. De knuppelaars uit Tittelingen. En nu bij het sluiten van deze optocht wil ik iedereen bedanken die hier naartoe gekeken heeft. Ik wil bedanken de regie, de cameramensen van de KRTS. En hoop in ieder geval u volgend jaar weer bij de KRTS te kunnen ontmoeten.